Met Siegel zo populair is geworden. Tissier is een zeer veelzijdig aikidoka. Niet alleen is hij een perfecte aikidoka. Een man die bij de hoogste autoriteiten in Japan getraind heeft en daar ook zijn dan graad behaald heeft. Hij is de zesde dan. Maar ook een uitstekend karateka geweest en, verbazingwekkend misschien, een bijzonder goed kickbokser. Die in Japan ook zeer vele wedstrijden heeft gevochten, in de ring gestaan heeft. Toen echter toch meer zijn interesse zag gaan naar de wat traditionelere vechtkunsten. En zo uiteindelijk met het aikido in aanraking kwam. En deze vechtsport duizend poot heeft in het aikido echt zijn waarheid gevonden. Hij kan een tik uitdelen, heeft een perfect gevoel van wat wel en wat niet kan. Want er wordt wel eens gezegd van ja, dat is allemaal wel aardig, de aikido. Ze vallen wel mooi, maar kan het ook? Nou, het kan echt wel. En Tissier als geen andere zal het kunnen beamen. Een man die in de ring gestaan heeft en weet wat een echte stoot inhoudt. Die hou je niet voor de gek. En die laat zich ook niet voor de gek houden. Het aikido is als geen andere krijgskunst in staat om met een paar simpele handbewegingen het tegenstander volkomen te destabiliseren. Maar het vereist ontzettend veel training. In Europa krijgt deze Japanse krijgskunst steeds meer aanhangers. Niet alleen vanwege het geweldige zelfverdedigingsaspect, maar ook de esthetische kant ervan is natuurlijk niet mis. Het ziet er heel mooi uit. Het beweegt heel vloeiend, heel soepel. En als je kijkt het gemak waarmee de aikido meesters hun tegenstanders op de grond gooien, om zich heen laten dartelen, als waren het veertjes. En dat ook vooral op die gelaatsuitdrukking van degene die aangevallen wordt. Amper een spiertje vertrekt op het gezicht. Alsof hij boodschap aan het doen is, bij wijze van spreken. Geen grimas, geen grijns, geen vertrekking, niets. Diezelfde uitgemeten gelaatsuitdrukking bij Tissier, hoe die ook aangevallen wordt. Christian Tissier, zesde dan. En je kunt wel blijven staan, maar als iemand zo'n pols vast heeft en je die andere kant op gooit, dan krijg je echt een heel merkwaardig effect. Je moet gewoon mee. Nogmaals, het gemak waarmee de Tissier die aanval ontwijkt, dat is een beetje misleidend, want daar gaan dus jaren en jaren trainingen zitten. En hij lijkt het, hij doet het zo makkelijk lijken. Ook Tissier is in Nederland te zien geweest op de vele vechtsportgala's die Veronica TV heeft uitgezonden. Steeds weer sta ik met verbazing te kijken naar deze kleine Fransman die zo soepel en zo perfect en zo dodelijk kan reageren. Ook veel vrouwen die zich met aikido bezighouden. Je hebt natuurlijk maar een kleine beweging nodig, nog niet zoveel kracht om een pols te draaien. Om te ontwijken. Maar nogmaals, het zijn hele moeilijke bewegingen die zeer veel oefening vereisen. Uit de fles.